Deze truc heet de overstap. In de wedstrijden kan je de tegenstanders goed ermee afschudden. Je moet goed je lichaam mee bewegen, waardoor de tegenstander er snel intrapt. Ik vind het heel leuk dat het EK damesvoetbal in Nederland is, omdat als ze winnen, wordt het damesvoetbal in Nederland populairder. Het trucje heet het rondje om de wereld. Dus je been over de bal moet gooien en dan moet je hem weer opvangen met je been. En dan, dat is wel af en toe wel lastig. Ik ben nu 13. Ik hoop wel echt over 6, 7 jaar misschien wel in het Nederlands elftal, gewoon dan al. Dat zou ik wel willen. Dit is het trucje de schaar. Je doet hem vaak als je voor de tegenstander bent en je oefent hem ook vaak op de straat. We gaan ook naar de openingswedstrijd van Nederland-Noorwegen. Het lijkt me een superleuke wedstrijd te worden, dus ik hoop dat ze gaan winnen. De truc houdt in dat je de bal krijgt gespeeld of vanuit stand met je voet omhoog wipt en met de andere voet onderschept omhoog te houden en als het kan op het goal probeert af te werken. Ik hoop dat ze eerst eindigen, want dat is natuurlijk ook heel leuk voor het land zelf en dat we ook een feest kunnen vieren.